Het is vandaag zondag 4 juli. Het is een stralende zomerdag hier in Tilburg. Vandaag vindt de theeparade plaats en niet alleen de theeparade. Heel Tilburg is gekleurd. Vertel eens Edwin, wat kunnen we verwachten? Het is vandaag open dag hier in het Huis van de Wereld. En daar gaan wij nu een kijkje nemen. En wij vinden het een echt een geweldige eer dat u het Huis van de Wereld wilt komen open. Wij hopen dat u echt een hele fijne dag hebt en geniet van deze eretitel. En ik denk dat met dit mooi weer dat vast gaat lukken. En ik wens ons, alle vrijwilligers en stagiaires en collega's en artiesten en alle medewerkers van de bazaar, gewoon een hele gezellige leuke dag. En geniet het ten volle. Dankjewel. Goed zo. Vragen. En dan ga ik gewoon samen met jullie op zoek naar iemand die van alles weet. Dat wil zeggen, je ziet hier en daar mensen met een prachtige buttel van het Huis van de Wereld. Daar zie ik al een aantal. Tientallen hebben we er, daar kun je alles aan vragen. En je weet dat het Huis van de Wereld staat voor ontmoeten. Hè? Kijk, hier is een prachtige showballet is er ook. Ongelooflijk. En we hebben een bazaar, we hebben muziek, we hebben een forum wat zo meteen gaat beginnen. Er is van alles te doen, echt waar. En je moet dus echt even komen kijken, maar we gaan het officieel openen. En zo, ik beeld ze maar vast uit. Heeft iedereen het vuurwerk? Yes! Heeft iedereen de gebruiksaanwijzing gelezen? Yes! Yes! Moment! Oh, dat wil zeggen de bovenkant eraf. En de beveiliging eraf. Naast me staat Lisbeth van der Schoof, dus, programmeur van de Huis van de Wereld, ja. Als ik het zo goed zeg. Ja. Kunt u me eens meer vertellen over het programma van vandaag? Het programma van vandaag is dat we om 11 uur zojuist geopend zijn met de Mr. en Mrs. Tieparade. Nou, dat was in ieder geval al spectaculair. Om 11:30 begint een debat met de titel van multicultureel drama naar monocultureel drama. En eigenlijk is de onderliggende titel is eigenlijk van met de forse opkomst van de PVV betekent dit het einde van een multiculturele maatschappij of zelfs de laatste theeparade. Zou zomaar kunnen. Om 12:15 hebben wij een stoeplunch. En die stoeplunch zitten 250 gasten waarvan we zeker minimaal 100 diverse nationaliteiten ontmoeten. Er is een multiculturele bazaar in het Huis van de Wereld. En er zijn verder allerlei leuke muzikale en theateracts. Dus de hele dag is omgebouwd tot een Grand Café waar allerlei flitsoptredens plaatsvinden. Nou, dat is een heel programma, een heel vol programma inderdaad. Kunt u een tipje van de sluier oplichten hoe dit allemaal tot stand is gekomen? Uw samenwerking met betrekking tot de theeparade? De samenwerking met de theeparade is dat het Huis van de Wereld die wil dus uitgroeien naar een multicultureel en mondiaal gericht centrum in de stad. En wij hebben drie pijlers en dat is dialoog en ontmoeting en educatie en participatie en informatie en advies. En daarin past een theeparade hè, met al deze diversiteit natuurlijk vlekkeloos in ons programma. Zo ook de samenwerking met Stichting Wereldpodium. En dan zeker met dit onderwerp van het debat is natuurlijk ook, dat zijn de eerste partners waar je aan denkt. Verwachten we nog op, ja, daar komt hij, waarschijnlijk. Nou, leuk je bent. Ja. En kom meteen precies aan de uitspraak van uw voornaam, Boerha Nettin. Ja. Zeg het goed? Ja, Gilmas. En hij is voorzitter, bestuursvoorzitter van de Suleiman Moskee hier in Tilburg. Nou, is er bij jullie binnen de moskee bezoekers ook een debat over de opkomst van Wilders? Of gaat het vooral over religie? Of is er ook een politiek debat dat gevoerd wordt? Nou, de mensen, en met name de eerste generatie, die wel wat hoort, maar niet weet wat er in zijn algemeenheid gebeurt, die heeft uitdrukkelijk wel angst. Dat mag, ja zeker. Het is toch gewoon een bepaalde psychische druk die op je komt. En
als je ook niet exact inhoudelijk weet wat er is, maar gewoon van ze motten je niet, ze wil je niet, ze wil je terugsturen, ja, dan is dat toch gewoon mensen die de wetgeving niet kennen, mensen die ook niet weten van hoe en wat en zich ook in de Nederlandse taal moeilijk kunnen uitdrukken. En dan hebben we het over de eerste generatie. Dat boezemt hun natuurlijk wel angst in. Ja, en, maar je zegt ook meteen dat die angst bij jou meneer ook niet helemaal terecht is. Want wat hebben we een wet, hè? Een rechtsstaat in Nederland. Jazeker. En dus die kunnen niet zomaar worden uitgezet. Nee, kijk, moet je luisteren. Ik heb nog voor de totstandkoming van de moskee gewoon gezegd, ik ben Tilburger, ik ben Brabander, ik ben ook Nederlander. En misschien nog veel meer dan menigeen zich hier in Brabant of in Tilburg gewoon voelt. Wat dat betreft zijn we natuurlijk ook gewoon loyaal aan Tilburgse, aan het Brabantse. Maar we hebben een andere identiteit. Maar dat heeft een Limburger ook, of een Groninger ook. Zo denk ik. Ik ben laatst in verband met mijn werk, 2,5 maand ben ik in Limburg gewoon geweest. Nou ja, een heel andere slagvolk als die in Groningen. Ja. Daar ben ik ook tussen geweest. maar is het heel anders? Ja, is het mogelijk om mensen ook in de moskee gerust te stellen dat de PVV weer op kan komen, maar dat hun bestaan hier in Nederland niet bedreigd wordt? Nee, dat probeer ik natuurlijk van tijd tot tijd ook te zeggen. Maar kijk, ik ben daarin natuurlijk gewoon een partij. Ja. En nu hoort men toch gewoon, hè, men ziet toch ook, en men heeft de naam PVV ook horen vallen. Mm-hmm. Dus men heeft, als de naam PVV wordt genoemd en ook de uitslag bekend is, en ja, het is staat onomstotelijk vast dat ze mensen voor zich hebben gewonnen, ja, dan boezemt dat toch gewoon steeds meer gewoon angst. Ja, en dat nog gewoon te weten van iemand die zijn roots in het grootste islamitische land heeft, Indonesië. Ja. Heel goed, we hebben er heel veel zin in. Ja, wat gaan jullie doen? Wij gaan een lekker stukje muziek spelen, samba-achtige, letterachtige muziek. Oh, en komen jullie uit Tilburg? Tilburg in Onderstreek, ja. Tilburg in Onderstreek, vind ik zo gezellig altijd klinken. En nou, dan gaan jullie nu het eerste kwartier van onze stoeplunch gaan jullie los, zou ik maar zeggen. Daarna gaan we officieel de lunch openen. Het is een inkomertje, hè? Ja, zo is dat, klopt. Nou, ga daarvoor staan. Jij speelt, denk ik, trompet. Ja, en allerlei, het is instrumenten. Ach, wel leuke kleren ook echt. Marcel! Is de stoeplunch. En wij dachten bij het bedenken van deze activiteit, weet je wat, we gaan gewoon letterlijk op de stoep zitten, dan ziet Tilburg en Brabant hoe divers gezelschap wij hier aan het Huis van Wereld hebben. Dat is prachtig, een divers gezelschap. Ik
uw aandacht voor Maurits van Stralen, de manager van Blend. Dankjewel, Marjolein. Lisbeth, prachtige woorden over het Huis van de Wereld. Dames en heren, ook namens gisteren van Blend, van harte welkom hier. Fantastisch. Mijn eerste keer zo'n groot evenement, zo'n mooi stoeplunch. Koude komkommersoep zijn, gemaakt door het team. Als hoofdgerecht krijgen jullie een overheerlijke wrap met crème fraîche en een overheerlijke salade. En als een toetje krijgen jullie een heerlijke fruitspies.